Ik ben Rob, INA-coördinator bij Woonbedrijf. INA staat voor informatisering en automatisering. Dus eigenlijk alle data die we hebben, maar ook alle servers en werkplekken die daarbij horen. Het leuke is dat je met iedereen contact hebt. Het is niet puur, doe even een werkplek. We hebben een uitdaging en uiteindelijk moeten we daar een oplossing bij zoeken. En in een aantal gevallen is die oplossing er nog niet. Hè. Dus het is geweldig om daarover mee te mogen denken. Waar gaan we naartoe? En hoe kunnen we daarbij helpen als INA? Ik heb veel contacten met onze partners, hè, dus de leverancier van onze private cloud oplossing, de leverancier van onze netwerkinfrastructuur. Dat zijn de mensen waar ik veel mee van doen heb. Bij IT is beveiliging een hot issue. Hè. Eigenlijk zorgen wij ervoor dat we de informatie die we hebben van onze huurders, van onze collega's, op een veilige manier hebben opgeslagen en dat de toegang ook op een veilige manier is georganiseerd. Daarnaast zijn we bezig met onze flexplekken. Dus thuisplaats onafhankelijk werken is bij ons een van de pijlers. Eigenlijk zijn we constant bezig met de wensen en de behoeften van onze collega's, maar uiteindelijk ook van onze huurders, hè, want daar doen we het met z'n allen allemaal voor. Het wordt heel erg gewaardeerd als je meedenkt, als je de verantwoordelijkheid ook neemt binnen Woonbedrijf en zegt van nou god, dit is iets waar ik mijn bijdrage in wil leveren. Ja, dat is wel een cultuur die heel erg bij mij past. Wat me trots maakt is dat Woonbedrijf heel veel energie steekt in de leefbaarheid van Eindhoven. Dat betekent dat als ik op een fiets naar het werk kom of 's avonds naar huis toe fiets en ik kijk om me heen, dan zie ik van allerlei mooie gebouwen waarvan ik hartstikke trots ben dat wij ze mogen aanbieden en dat wij onze huurders daar blij mee kunnen maken.